Beste inwoners van Tilburg, Berkel, Enschot en Udenhout. Ik ben Hans Smolders, lijsttrekker van de LST, Lijst Smolders Tilburg. Het is verkiezingstijd en juist in deze verkiezingstijd moet u heel erg opletten voor de politiek en de media. Telkens wordt u weer voor de gek gehouden met loze beloftes en leugens en daardoor zijn we onlangs ook weer aan Rutte en Samson gekomen. Denk daar nou maar eens goed over na. De Lijst Smolders is geen traditionele politieke partij, maar een burgerverzet. Politici moeten ook hun eigen belang en hun partijbelang opzij zetten en weer het belang van de inwoners van Tilburg, Berkel en Enschot en Udenhout voorop stellen. De ouderen die dit land met bloed, zweet en tranen hebben opgebouwd, gaan nu de rekening betalen van het wanbeleid en de geldverkwisting van de gevestigde politieke partijen, zowel landelijk als lokaal. Wij zullen hier ons uiterste best doen voor deze ouderen om de schade zoveel mogelijk beperkt te houden. Wij van de Lijst Smolders willen aan de slag. Wij willen het wanbeleid en de geldverkwisting een halt toeroepen. Dat moet stoppen. Alleen als wij veel stemmen krijgen, kunnen we in het college van BMW komen. En juist daar is het te stoppen. Anders, als we te klein blijven, moeten we net zoals eerder het weer pijnlijk bloot gaan leggen in de gemeenteraad. U heeft het gezien toen met het Midi-theater. We hebben het gezien met het draaiend huis en nu wil men hier het stadhuis weer gaan verbouwen voor maar liefst 75 miljoen euro. Alleen met uw steun kunnen wij het verschil gaan maken. Kom 19 maart massaal stemmen op Lijst Smolders Tilburg.